Hallo, hallo allemaal! Assalamu alaikum en heel erg leuk en gezellig dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. In deze video ga ik jullie laten zien welke verzorgingsproducten ik gebruik. Dus wat voor beautyproducten. Tenminste, ik denk dat shampoo en conditioner en leave-in en zo, dat ook onder beautyproducten valt. Ja, denk het wel. Dan moet ik er wel bij vermelden dat ik niet helemaal zeker wist of ik dit zou opnemen, omdat ik niet zo heel veel verstand heb van verzorgingsproducten. Wat voor werking het heeft en bepaalde ingrediënten, wat dat dan allemaal met je doet. Maar het lijkt me leuk om dat gewoon samen met jullie allemaal uit te vogelen. Ik laat jullie dus gewoon mijn verzorgingsproducten zien. Dan vertel ik wat ik er allemaal mee doe. Sommige producten gebruik ik voor meerdere dingen. En ja, we zien wel hoe het loopt. Nou, dit zijn al mijn haarproducten. Het zijn er best wel veel, maar ik moet jullie heel eerlijk bekennen dat ik wel eens nog meer heb gehad. Ja, echt bizar. Maar ja, krullend haar, hè, dat heeft wat verzorging nodig. En af en toe krijg ik ook wel eens wat cadeau. Maar eigenlijk, nu ik dit zo bekijk, heb ik de meeste dingen zelf gekocht. ook lang niet alles gebruik ik tegelijkertijd. Dus echt elke dag. Sommige dingen heb ik echt al heel lang. Maar laat ik beginnen. Ik ga er wel snel doorheen, want anders duurt deze video heel erg lang. Oké, wat ik momenteel gebruik is sowieso appelazijn. Deze heb ik van Holland & Barrett. En appelazijn gebruik ik voor mijn hoofdhuid. En eigenlijk ook voor de rest van mijn haar, maar vooral mijn hoofdhuid. Om alles een beetje te... Ja, ik weet niet wat het Nederlandse woord is, maar clarify. Clarifyen. Gewoon schoonmaken, een soort van. Ik zit dan in een groep op Facebook, de CG-methode groep, want ik volg de CG-methode voor mijn haar. Dus het maakt je hoofdhuid schoon en het zorgt voor een glans in je haar. En op zich heb ik dat ook wel gemerkt. Ik vind het altijd heel fijn om appelazijn te gebruiken. Ik gebruik het niet puur, dus niet zoals het zo in het flesje zit, maar samen met water gemixt. En dat doe ik op gevoel, dus niet zoveel milliliter van dit en zoveel milliliter van dat, maar gewoon een deel appelazijn en een deel water. Dan heb ik deze plantenspuit, die gebruik ik gewoon als waterspuit voor mijn haar. En ook als ik appelazijn meng met water, dan doe ik dat hierin en dan spuit ik dat zo in mijn haar overal. Momenteel zit er alleen water in. Wat ik nog meer momenteel gebruik is... Ik ga het even op volgorde doen. Laat ik jullie nu deze zien. Dit is een nieuwe lijn die ik aan het uittesten ben van SIM. En deze lijn heet de Dry and Itchy lijn en zal goed moeten helpen tegen roos en een jeukende hoofdhuid. En echt waar mensen, ik heb al heel wat jaren last van roos. Maar dit helpt echt heel erg goed. En mijn krul komt er ook weer. Nou ja, die blijft gewoon mooi, zeg maar. Het is niet dat het ten koste gaat van mijn krul. En het zijn CG-approved producten. Dus dat is super fijn. Als ik trouwens op zoek ben naar een CG-approved product, dan kijk ik gewoon in de CG-methode groep op Facebook. In de albums. En dan, ja, daar vind je eigenlijk alles. Dus dat is wel een aanrader. Mocht je ook krullend haar hebben en benieuwd zijn naar wat het allemaal is, meld je aan bij de CG-methode groep. Eigenlijk kan het ook wel voor mensen met stijlhaar. Want het is gewoon een methode waarbij je haar eigenlijk gezond houdt. En ja, mensen met stijlhaar willen dat ook, neem ik aan. Dit is een conditioner en dit is een leave-in. Nou, ik was mijn haar af en toe. Wat jullie trouwens horen is de kachel, die maakt wel eens rare geluiden. Ik was mijn haar af en toe met conditioner en af en toe met shampoo. Shampoo gebruik ik één keer in de week of één keer in de twee weken. Dat is maar net of ik, ja, denk dat het nodig is voor mijn hoofdhuid. Shampoo gebruik ik alleen voor mijn hoofdhuid en niet voor de rest van mijn haar trouwens. En de andere keren dat ik mijn haar was, dus niet met shampoo, doe ik het met conditioner. En dan gebruik ik deze. Hij is al bijna leeg. Ik ben er echt heel erg tevreden mee. Daarna gebruik ik een leave-in. Ook van SIM, Dry and Itchy lijn. Dit is trouwens allemaal niet gesponsord, maar ik ben gewoon echt tevreden met deze producten. Dus vandaar dat ik er zo, nou ja, lovend over spreek. De leave-in doe ik in mijn haar nadat ik mijn haar heb gewassen. En leave-in, de naam zegt het al, blijft in je haar. Welke leave-in ik nog meer gebruik, waar ik ook echt een fan van ben, is deze van Aunt Jackie's. De Quench. Het is een groene, nou ja, hoe zal ik het noemen? Derry. Maar het ruikt heel lekker. Deze Dry and Itchy lijn van SIM ruikt, vind ik, ook wel lekker, maar is heel intens. En deze ruikt echt lekker zoet. Ja, deze gebruik ik ook zo nu en dan. Ik wissel het een beetje af met de leave-in van SIM. Maar deze gebruik ik echt al vanaf het begin dat ik aan de CG-methode doe. En welke gel, want ik gebruik geen mousse. Ik heb ondervonden dat mousse niks voor mij is. Mijn haar vindt dat gewoon niet prettig, dus geen mousse voor mij. Ik gebruik gel. Welke gel ik echt al, ook vanaf het begin dat ik aan de CG-methode doe, gebruik, is de Salon Gel. Deze ben ik gewoon heel tevreden over. Is heel goedkoop, 1,30 euro of zo bij Action. En CG-approved.
heel erg fijn, maar ik ben hier heel tevreden over. En ja, waarom zou je een gel gebruiken? Ik merk, want ik heb dat wel eens uitgetest, van oké, wat gebeurt er als ik geen gel gebruik? Als ik geen gel gebruik, dan wordt mijn haar heel erg pluizig, heel erg fluffy, weet je wel. En als ik een gel gebruik, dan wordt het wat gedefinieerder allemaal. Dat zijn de producten die ik momenteel gebruik. Ik zal ze even terugzetten. En momenteel heb ik helemaal geen shampoo. Die moet ik nog aanschaffen. Nou ja, ik had er wel één, maar ja, die is opgegaan. En welke ik had is van dit merk, Shea Moisture. En ook van deze lijn, Coconut & Hibiscus. Ik had hier de shampoo variant van, maar die is dus opgegaan. Vond ik ook fijn, heeft best wel een aparte geur. Op zich wel een oké geur. Daar heb ik heel lang mee gedaan. Die heb ik zelfs toen nog meegenomen naar Frankrijk, toen ik daar naartoe ging op vakantie. Ik zie nu ook dat hier niet alleen haarproducten bij zitten, maar ook andere dingen. Zoals een reinigingsolie voor het gezicht. En hier een olie voor het lichaam. Handcreme. Er zitten wat random dingen tussen. Dan heb ik hier haarlak. En ik heb dat één keer gebruikt. Omdat ik toen echt een bad hair day had. Deze is trouwens ook CG-approved. Alles wat hier staat, behalve dan de producten die niet voor je haar zijn bedoeld, is CG-approved. Deze heb ik dus een keer gebruikt toen ik een hele erge bad hair day had. En ik wist gewoon niet wat ik met mijn haar aan moest. En wat doe ik dan? Want dat heb ik wel eens vaker gehad ook. Dan maak ik een mooi strak knoetje. Ja, dan zie je niks van krullen. Is heel zonde. Maar dat heb ik toen een keer gedaan. En toen dacht ik, weet je wat? Ik wil dat dat knotje heel mooi blijft zitten. En heel strak zo om mijn hoofd. Toen heb ik dus deze haarlak gebruikt. Het ruikt echt heel erg lekker. Ik vind Nivea sowieso altijd heel erg lekker ruiken. Deze haarlak ruikt echt heel lekker. Alleen, weet je wat het is? Ik zou dit nooit elke dag gebruiken. Want dan zou ik mijn haar elke dag moeten wassen. Als jullie begrijpen wat ik bedoel, en dat wil ik niet. Want als je dat gebruikt, dan staat je haar helemaal stijf natuurlijk, van al die haarlak. En als je daarmee gaat slapen en je wordt wakker, ik weet niet. Dat voelt mijn haar voelt dan vies aan of zo. Maar dit gebruik ik dus in noodgevallen. Wat ik heel af en toe gebruik trouwens, is deze spray van Hema. Dit is een anti-tangle spray. Anti-tangle spray. Dus tegen klitten. Nou, er mist al best wel wat uit, omdat ik het wel eens heb gebruikt natuurlijk. Ruikt heel zoet. Volgens mij is het ook voor kinderen bedoeld. Tenminste, de verpakking ziet eruit alsof het voor kinderen is bedoeld. Ik vind het lekker ruiken. Ik hou heel erg van zoete geurtjes en sterke geuren en zo. Maar ik gebruik dit niet heel vaak. Alleen als ik denk, nou, mijn haar mag wel even lekker ruiken. Ik merk er niks van dat het een anti-tangle effect heeft. Dus gewoon even voor het lekker ruiken. En dit zijn de laatste dingetjes die ik wil laten zien. Qua wat ik heb aan haarproducten. Ik heb hier een masker. Een deep conditioner. Deze komt van Action. Is een hot therapy mask. Pepermasker. Ik heb deze een paar keer gebruikt. Maar het doet helaas niks met mijn haar. Dus ik maak hem wel op. Maar dan koop ik hem ook niet meer. Niet weer. Bij sommige mensen heeft het wel een geweldig effect. Maar bij mij doet hij gewoon niks voor mijn haar. Dan heb ik deze. Het Fructis Hair Food Goji masker. Ook een deep conditioner. Maar deze kan je ook gebruiken als gewone conditioner en als leave-in. Dus een 3-in-1 product. Ik vind dit wel een fijn product. Maar het doet niks met mijn haar als ik het als een deep conditioner gebruik. Mijn haar wordt er juist heel erg fluffy van en heel erg pluizig. Maar hij ruikt heel lekker. Je hebt er meerdere geuren van. Ik weet niet of die hier ook op staan. Maar je hebt ook bijvoorbeeld banaan. Die vind ik dus wel heel fijn. Die heb ik wel een paar keer gebruikt. Dat zijn dus deep conditioners. Oftewel, maskers voor je haar. Dan heb ik hier een co-wash. En dit is, ja, dit zit een beetje in tussen een shampoo en een conditioner. Ik denk dat ik het op die manier wel goed uitleg. Dus deze gebruik ik nu om mijn haar te clarifyen, dus schoon te maken. Dit is met kokos. Ik vind dat lekker ruiken. Het heeft een gunstig effect op mijn haar. Ik vind het een fijn product. En als laatste wat ik wil laten zien is van Cantu. Dit is een custard. En dat doet me een beetje denken aan een gel. En ik gebruik hem ook af en toe in plaats van deze. Die ik dus heel erg fijn vind, zoals je net al zei. Ja, hij ruikt echt lekker. Ik vind het echt een hele lekkere geur. Deze gebruik ik ook al vanaf het begin dat ik aan de CG-methode doe. Alleen het enige dingetje hiermee is dat mijn haar er heel krokant van wordt, zeg maar. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Het wordt er heel noedelachtig van. Dus dan, als dat gebeurt, gebruik ik één van de oliën die ik dan op dat moment heb. Momenteel heb ik een pure macadamia olie en een pure abrikozenpit olie. Om dat crunchy-achtige uit mijn haar te scrunchen. Als je niet weet wat dit allemaal betekent, ga naar de CG-methodegroep op Facebook. En dit zijn al mijn huidproducten.
Ik ga er even snel bij langs. Bij de haarproducten ging ik eigenlijk niet zo snel erbij langs. Maar dat is ook omdat ik daar meer van af weet. Hier niet echt. Dus ik vertel gewoon of ik het gebruik en wat ik ermee doe. En heel veel dingen zijn vanzelfsprekend. Nou, zal ik maar gewoon bij het begin beginnen. Deze heb ik in de zomer gebruikt. Ik wilde dit uittesten. Dit is een body lotion, maar dan met een kleurtje erin. En ja, het werkt wel. Maar als je zoiets wil gebruiken, doe dan handschoentjes aan. Want anders worden je nagels helemaal vies bruin. En dat blijft dan een paar dagen zitten. Heb ik al ondervonden. Maar het is wel lekker spul. Het ruikt lekker. Dan heb ik hier van Kruidvat een body oil. Vanille uiteraard. Ik ben een groot vanille fan. Ik hou van vanille. Heerlijk spul. Ook dit heb ik in de zomer heel veel gebruikt. En dan heb ik deze. Deze heb ik besteld bij een Duitse winkel. Ik ben even vergeten hoe die heet. Als ik erop kom, dan zet ik het wel in de beschrijving. Alles zet ik in de beschrijving trouwens. Deze heb ik nog nooit gebruikt. Heb ik echt al een jaar geleden besteld of zo. Maar het is een olie voor je lichaam. Dit is een handcreme. Ik moet zeggen dat ik niet vaak handcremes gebruik, omdat ik het niet zo praktisch vind. Je handen worden dan zo glibberig en als je allemaal dingen nog op een dag moet doen, dan vind ik niet fijn. Dus wanneer ik dit gebruik? Soms als ik op bed ga. Want dan hoef ik toch niet zoveel te bewegen en zo. Dit. Oh, nou komt mijn Vogue-verslaving. Ik hou van Vogue. Ik ben helemaal gek op Vogue. De geuren van Vogue, ik weet niet, ik vind het heerlijk. Echt heerlijk. Dit is mijn lieveling, samen met deze. Dit is dezelfde geur, alleen is dit een deodorant en is dit een shower cream. Een douchegel dus. Dit is wel zo'n lekkere geur. Echt, ik had hier, en dan overdrijf ik niet, meer dan 10 flesjes tegelijkertijd van. En de bel gaat. Oh jongens, ik ben helemaal blij. Weet je wat er binnen is gekomen? Dit is echt geen verzorgingsproduct. Dit moet ik even laten zien. Happy Socks. Ik laat even niet de andere kant zien, want daar staan al mijn gegevens op. Mijn woonplaats, woonadres en dat soort dingen. En dat gaat jullie niks aan natuurlijk. Maar hier zitten Happy Socks in. Die ga ik straks uitpakken aan het einde van de video. Oké, waar waren we gebleven? Bij Vogue. Dat ik zo gek ben op Vogue en vooral deze geur. Deze geur heet Extravagant. Extravagant, geloof ik. Ik denk dat je dat zo moet uitspreken, maar het is zo lekker. En daar heb ik trouwens ook nog een shower gel van. Ah, dit is een shower cream en dat is een shower gel. Ik weet niet wat het verschil is. Ik gebruik het gewoon alle twee onder de douche. En ja, ik gebruik dit veel, omdat ik het er zo lekker vind ruiken. Dan zijn dit... Deze drie, wacht, ik leg ze even naast elkaar neer, zijn nieuwe deodorant varianten. Ik vind ze alle drie lekker ruiken, ook van Vogue. En nou ja, mijn lievelings dus, die ik eigenlijk altijd in huis heb. Ik heb er ook een mini versie van, die heb ik meegenomen op vakantie. Wat hebben we dan? Een Dove handcreme. Deze heb ik ooit gewonnen bij een winactie. Hetzelfde verhaal als de handcreme van Vaseline. Dan heb ik hier... Weer de abrikozen, pitolie en de macadamiaolie die ik dus ook voor mijn haar af en toe gebruik. Af en toe masseer ik trouwens mijn hoofdhuid er ook wel mee in. Maar ik gebruik dit ook voor mijn lichaam. Dan heb ik hier een reinigingsolie van de tuinen, vitamine A. Heb ik echt maar 1 of 2 keer gebruikt. Vind ik heel lekker ruiken, maar ik gebruik hem gewoon weinig. Deze heb ik ook bij die Duitse website besteld en een paar keer gebruikt. Heerlijk spul, smeert echt heel lekker uit. Dove. Love it. En dan Zwitser body lotion. Ik hou van Zwitser. Ik vind dat zo lekker ruiken. En ik heb er ook een conditioner van voor mijn haar trouwens. CG proof. Dan heb ik dit van Rituals. Deze heb ik letterlijk al op mijn 18e gekregen voor mijn verjaardag of zo. En ik ben nu 22. Dus deze ligt al jarenlang in mijn huis. En er zit ook nog best wel wat in. Maar ik heb altijd het gevoel dat ik bij Rituals extreem zuinig moet doen. Omdat het heel duur is. If that makes sense. Dan heb ik hier een groene kleimasker van de tuinen die ik heel fijn vind. Daar heb ik gewoon een hele grote verpakking van gekocht. Ik kocht altijd de iets kleinere tot en met hier of zo. Maar ik dacht, ja, ik gebruik het altijd. Waarom zou ik niet gewoon de grotere kopen? Heerlijk spul. Mijn huid voelt als herboren als ik dit heb gebruikt. Nou, als we dan toch bij de tuinen zijn, dan heb ik deze dag- en nachtcreme. Die heb ik zowel in de kleinere verpakking als in de grotere verpakking. Dit is een, even kijken, een aloe vera dag- en nachtcreme. Die gebruik ik letterlijk elke dag, omdat ik het heel fijn vind en ik vind het heerlijk ruiken. Dan heb ik hier een scrubcreme. Deze is voor je gezicht. Die gebruik ik 1 keer in de week ongeveer. En mijn huid is daarna heel zacht, dus ik vind dat wel fijn. Komt van Kruidvat. Wat heb ik hier? Een Dove body lotion is al bijna leeg. Heb ik vaak gebruikt. Deze gebruik ik vaak om te scheren. Dus dan als ik mijn benen ga scheren, dan smeer ik heel veel van dit spul op mijn benen. En dan scheren maar. Dan zijn mijn benen heel erg zacht. En het scheert gewoon lekker. Dan heb ik hier een skin toner. Dat is gewoon om je gezicht mee te reinigen. Tenminste, denk ik. Van Dr. Organic. Ja, deze vind ik heel lekker ruiken. Het is met roze water. Deze face wash.
Ook aloe vera gebruik ik bijna elke dag, als ik het niet vergeet. Een lippenbalsem van Dr. Swaap. Heerlijk spul. Dit smeert echt lekker weg en ik merk ook dat het heel erg helpt. Dan heb ik hier een make-up verwijderaar. En ik moet zeggen, of make-up remover. Ik moet zeggen dat ik bijna nooit make-up draag. En als ik make-up draag, dan is het meestal mascara. En dan haal ik dat hiermee eraf. Samen met een wattenschijfje. Toevallig heb ik nu wattenschijfjes van Primark. Maar ik heb ze ook wel eens van Action of van Hema. Of van ja, welke winkel dan ook die ze maar heeft. Dan heb ik deze. Die kreeg je ooit gratis bij zo en zoveel producten bij Kruidvat. Body soufflé. Kun je gewoon op je lichaam smeren. Heerlijke geur. Dan heb ik dit gekocht. Deze heb ik gekocht bij Shine of Shein. En dit is gewoon om je lichaam mee te schrobben, zeg maar. Ik weet even niet hoe ik dat op een andere manier moet zeggen. Dit doet me heel erg denken aan Algerije. Want in Algerije gebruikt men dit gewoon altijd. Dit is iets normaals. Maar ik zie het bijna nooit gewoon hier in Nederland. Ik weet niet. Maar ik gebruik het dus wel als ik onder de douche sta. En ja, dan gebruik ik dat voor mijn hele lichaam om even goed te schrobben. Deze gebruik ik voor mijn gezicht. Als ik mijn gezicht heb gewassen met bijvoorbeeld de face wash, dan maak ik mijn gezicht droog met deze. Dat doe ik dus niet met dezelfde handdoek als waar ik mijn handen mee afdroog. Ik heb een keer gelezen dat dat niet goed is. In verband met bacteriën of zo. Ik weet niet of het allemaal klopt, maar ik doe het gewoon omdat het goed voelt. Dan heb ik hier zeepjes. Deze twee zeepjes heeft mijn vader in Turkije gekocht toen hij daar op vakantie was. Die heb ik al heel lang. Dit zeepje is een CBD zeepje van Holland & Barrett. En dan heb ik hier een zeep die komt uit Algerije. Die zit hier ook in, alleen is dit een nieuwe. Die ik nog niet heb gebruikt. Zie, deze heeft mijn vader van mij gekocht in Algerije. Die zeepen gebruik ik allemaal voor mijn lichaam. En als laatste heb ik hier zinkzalf. Dat is eigenlijk voor babybilletjes die rood zijn. Maar ik gebruik het voor mijn benen. En dan vooral aan de bovenkant. Het is aan de binnenkant van je benen. Omdat ik heel snel last heb van striemen. En gewoon pijnlijke plekjes. En dan helpt dit heel goed. Volgens mij heb ik heel snel gepraat. Ik hoop dat het niet te snel was dat jullie mij konden bijbenen. Maar dit zijn dus mijn verzorgingsproducten. Er lagen een paar haarproducten bij waar ik niks over heb verteld. Maar dat zijn haarproducten die ik nog niet heb gebruikt. Of die ik al heel lang niet heb gebruikt. Wil je daar meer over weten? Dan verwijs ik je wederom door naar de CG Methode groep op Facebook. Nog drie dingetjes die ik wil laten zien die met het haar te maken hebben. Een heatcap. En deze gebruik ik als ik een masker in mijn haar heb. Oftewel een deep conditioner. Een heatcap zorgt ervoor dat de warmte in je haar blijft, zeg maar. En dan gaan de schubben openstaan van je haar. Waardoor het masker nog beter in je haar kan gaan, zeg maar. Dit is een hele goedkope heatcap. Ik weet niet meer waar ik deze vandaan heb. Waarschijnlijk AliExpress of zo. Ik wil eigenlijk heel graag een heatcap kopen van hele goede kwaliteit. Het mag wel wat duurder zijn. Dit is wat ik nu heb en wat ik nu dus ook gebruik. Dan heb ik hier twee soorten elastiekjes. De eerste is zo'n kabelelastiek. Deze gebruik ik heel vaak in mijn haar. Als ik een staart maak, een knotje, een vlecht, een wat dan ook. Dit om te voorkomen dat mijn haar beschadigd raakt. Ik gebruik nooit elastiekjes waar metaal in zit. Dat schuurt dan tegen het haar en dat beschadigt het haar allemaal. Dus altijd deze kabelelastieken. Of satijnen elastieken. En dit is een van goede kwaliteit. Deze heb ik besteld bij een vrouw die ze zelf maakt. Die trouwens ook heatcap zelf maakt. Dus bij haar ga ik ook een heatcap bestellen. Maar goed, deze heb ik bij haar besteld via Facebook. Echt een geweldige. Meestal ga ik hiermee slapen. Dus als ik dan mijn haar... dat is eigenlijk ook wel interessant om nog even te vertellen. Als ik ga slapen en ik denk, ja, wat moet ik nou met mijn haar? Dan doe ik er een pineapple in. Dat is een hele hoge knot. Echt een hele hoge. Zodat ik nog wel normaal op de achterkant van mijn hoofd kan slapen, zeg maar. En dat doe ik dan met zo'n satijnen elastiek. Zodat alles mooi bij elkaar blijft, maar dat het weer niet beschadigd raakt. Dus, satijnen elastiek. Aanrader. Nou, dat waren al mijn verzorgingsproducten. En zoals beloofd ga ik jullie nog even de Happy Socks laten zien die ik net letterlijk binnen heb gekregen. Nou ja, jullie waren erbij, de bel ging en ik denk dat die ook wel te horen was op beeld. Ik ga deze unboxen samen met jullie. Even kijken, ik ben altijd iemand die alles zo open maakt. Maar ik ga het nu even wat netter doen. Nee, dat gaat niet, dat is niet na. Oké, dan doe ik het gewoon lekker zo. Oh, dit is zo leuk! Nou, weten jullie waarom ik Happy Socks heb gekocht? Ik laat ze zo zien. Ik bestel wel eens iets via thuisbezorgd.nl. Daar kan je eten op bestellen voor de mensen die niet weten wat dat is. En als je dat dus heel vaak doet, of gewoon een aantal keer, dan spaar je punten. En die punten,
Daarmee kun je kortingscodes krijgen op verschillende websites. Onder andere op de website van Happy Socks. En ik dacht, why not? Ik hou van die sokken. Ik vind het geweldig. Ik vind het super grappig. Dit zijn ze dus. Kijk dan. Dit is met hartjes en met regenbogen. En een smiley is dat dan uiteindelijk. Een lichtroze sok. En deze, nou, dit is dus echt een Jasmina ding ook weer. Met hamburgers, milkshakes en ja, dit is een blauwe, zoals jullie kunnen zien. Nou, ik vind het helemaal grappig, helemaal leuk. Ik ga ze zeker aandoen. Foto volgt op mijn Instagram. Volg mij op Instagram als je dat nog niet doet. Noire Jas. Mijn Instagram staat ook wel in mijn beschrijving. Mocht je niet zo goed weten hoe je dat moet spellen bijvoorbeeld. Maar super grappig. En hiermee wil ik ook gelijk de video afsluiten van vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Dat jullie wat hebben aan de tips die ik heb gegeven. Of dat jullie nu denken, jeetje, dat zijn leuke producten. Misschien moet ik die ook eens uitproberen. Nogmaals, niks is gesponsord. Het is gewoon omdat ik het fijne producten vind. Dat ik er zo lovend over spreek. Ik hoop jullie te zien bij een volgende video. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Je beslemmer!